Zo, we hebben weer een nieuwe uitdaging. Die moer die erachter zit, die moet los. Je kan zien dat hij meedraait. Wat is hier nou gebeurd? Er zit een imitatiebout in. En een imitatiebout heeft geloof ik 1,75 schroefdraad. En we moeten naar 1,5. Oftewel fijn schroefdraad. Nou, die krijg ik dus nooit niet meer los. Ik ga het even wat proberen. Of dat lukt, weet ik niet. Even kijken aan de achterkant. Dat is te groot. Deze vorige eigenaar heeft echt met lompgeweld gesleuteld. Die bout zit gewoon trouwens los in het frame. Maar die heb ik nog niet eens losgedraaid. En in het ergste geval ga ik besluiten om hem af te zagen hier op het frame. Kijken of dat hij los kan. Wat ik nu doe is van de andere kant de schroevendraaier erin slaan en hopen dat hij die moer tegenhoudt. Hopen dat er genoeg ruimte zit. Gaan we kijken. Nee, hij draait mee. Je kunt daar niet bij komen. Nee. Gaan we anders doen. We gaan die kop eraf zagen. Doe ik morgen met de haakse slijper langs dat plaatje. Probeer ik de beugel zo netjes mogelijk te houden. Zaag ik hem af. Dan druk ik de as naar binnen toe. Tegen het kapje aan. En dan hoop ik dat ik genoeg vrijheid heb. Aan de andere kant heb ik hem er wel uit kunnen krijgen. Daar ligt hij op de grond. Dus daar is hij er wel uit. En ook hier is gewoon troep gebruikt. En dan kun je, als je hierin kijkt, kun je zien dat de moer gewoon vernacheld is. Ja, met lomp geweld neuk je een ezel, zeg ik dan maar. Die bout was op zich sterk genoeg. Het schroefdraad is nog wel redelijk hierop. Maar de originele moer is kapot. Jammer, dat is speciaal schroefdraad. Daar kun je niet gewoon standaard Honda of een standaard bout in draaien. En dat zei ik al de vorige keer, ook hier is gewoon met goedkoop gereedschap gesleuteld. Het wil niet zeggen dat ik het beste doe en dat ik de beste ben, helemaal niet. Maar het kan wel beter. Kijk, en daar zie je die moer zitten. Daarachter. Maar daar kun je gewoon niet bij komen. Dus dat moeten we dan los zien te krijgen. En ik heb geen idee nog. Dus ik denk dat ik hem maar doorzaag aan de achterkant. En dan hoop ik, waarschijnlijk gaat het ook nog niet lukken. Want dan, oh kijk, er onderaan is een stuk afgebroken. Dus dan heb ik wel ruimte. Ik hoop dat hij erdoor kan, want daaronder is een stukje afgebroken. Vandaar dat die moer ook niet meer vast wordt gehouden. Dus ik kloot om niks. Nou ja, we gaan kijken wat we kunnen doen. In het ergste geval boor ik hem gewoon helemaal uit. Dan gaan we kijken of dat een oplossing is. Ik laat het hierbij. Zo zie je, je komt van alles tegen. Mensen, nog veel sleutelplezier. Hoi!